Vinden spelers het inderdaad prettig om met hem te werken? Het is gewoon een fijne trainer. Ja, ja, inderdaad. Nou ja, kijk, hij heeft, om een voorbeeldje te noemen. Hij werd op een gegeven moment trainer bij Ajax. En hij haalde mij uit kleedkamer 2. En we gingen een week op trainingskamp naar Portugal. Nou, dat is teambuilding. Moet ik even uitleggen dat jij eigenlijk uit de selectie was? Ik was uit de selectie gezet. En hij heeft je weer terug. Hij haalde me weer terug. En dan ging een week op trainingskamp. Kleedkamer 2 is een soort bezemwagen. Ja. Miskoop. Okay. Oh, ja. Duidelijk. En we gingen op een week naar Portugal, trainingskamp. Hij wilde zijn stempel ook drukken als trainer. En aan het einde van die week, we hadden de laatste wedstrijd gehad. Nou, jongens, vroeg naar bed. Morgen moeten we weer met het vliegtuig naar huis. 10 uur naar bed. Maar we kregen een feestje op een balkon. En nou, dat werd gezellig, supergezellig. Met Andy van der Meijden in de hoofdrol. Dus, en het werd laat. Hmm. De volgende morgen kwamen we beneden. We moesten naar het strand toe. En hij haalt mij bij zich. Hij zegt, Jan, ik heb de hele avond onder aan het balkon gestaan. Ik heb alles meegekregen. Ik ga ingrijpen, zegt hij. Hmm. Ik zeg, trainer, niet doen. Dit was goud voor de groep. Doe het even niet. Eventjes flexibel zijn nou. Dus hij zegt, nou, ik zal erover nadenken. En dan kwam het einde van de dag bij me. Hij zegt, oké, op jouw verantwoordelijkheid. Ik doe het niet. Maar het is de laatste keer. Weet je? Nou, Van Gaal zou misschien anders reageren, een andere trainer. Hij heeft dat laten gaan. We werden ook kampioen dat jaar. Je moet ook een beetje mazzel mee hebben. Mm. Maar dat is met flexibiliteit. Spelers voelen dat ook. Ja. Oké, af en toe laat hij het even gaan. Laat hij de groep eventjes teambuilden. Ja. Frits?